Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische Ondernemerscruise en online pionier. Aflevering 34 en vandaag ga je een aflevering beluisteren met een mindset tip die je misschien niet verwacht. De titel verklapt het al een beetje. Verhuis en ervaar een andere geldmindset. Toen ik deze tip toevoegde aan mijn money mindset boek, dacht ik dat dit een heel persoonlijk verhaal was. Het is echt vanuit mezelf geschreven. Maar hoe meer ik deze tip deel en hoe vaker ik hierover praat, hoe meer andere mensen mij ook bevestigen dat ze precies hetzelfde hebben ervaren. Dus op het moment dat je van omgeving verandert, ga maar weer terug naar aflevering 33 om te weten hoe het met het omgevingsniveau zit. Maar op het moment dat je van omgeving gaat veranderen en je wordt blootgesteld aan andere mensen, dan zul je ineens zien dat je ook andere vaardigheden gaat krijgen. Je laat ander gedrag zien. En op het moment dat jij lang genoeg in een andere omgeving zit, dat je ook op dat identiteitsniveau een verandering gaat doormaken. Ook al heb je het helemaal niet zelf door. Het gebeurt wel. Dus ik wens je veel luisterplezier met deze aflevering. En laat me weten of je dit herkent en of je ook eens een keer bent verhuisd en gedacht hebt, nou, het leven hier is heel anders. Mensen gaan hier op een hele andere manier met geld om. En wat heb je daar dan van geleerd? Hoe heb je dat ervaren? En hoe heb je het ervaren toen je misschien weer naar een omgeving verhuisde waar weer een hele andere mindset heerste? Laat het me weten en deel deze aflevering met mensen die misschien eens een duwtje in de rug nodig hebben en ook eens naar een andere omgeving moeten verhuizen. Ik weet het niet, maar jij misschien wel. Veel luisterplezier. Welkom bij weer een tip in deze podcast, de Vrijheidsondernemersshow. Inmiddels, als het goed is, heb je er al een stuk of wat kunnen beluisteren, tientallen, de een langer, de ander korter, interviews. Laat een review achter op iTunes, laat me weten wat je ervan vindt. Breng ook onderwerpen in. Als het maar gaat over ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling en geld en verdienmodellen, dus de dingen waar we het hier over hebben. Want ik deel deze kennis om jou te laten groeien. Ik bedoel, ik heb alles al eens een keer in een boek geschreven, of ik heb er al een training over gemaakt, of ik heb het al in een blog opgeschreven, of op video opgenomen. Ik doe dit voor jou. Ik doe dit om op een hele makkelijke en laagdrempelige manier alles wat ik geleerd heb de afgelopen jaren, ik ben inmiddels 15 jaar ondernemer, om alles met je te delen, zodanig dat je misschien andere beslissingen kunt nemen, betere beslissingen. Dat je niet langer met geld hoeft te tobben. En in deze aflevering ga ik het hebben over een onderdeel van geldmindset waar je waarschijnlijk nooit eerder over na hebt gedacht. En dat is verhuis. De titel van deze aflevering is Verhuis en ervaar een nieuwe mindset en een nieuwe wereld. Want als wij spreken met de quote van Einstein zei: als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je de resultaten die je altijd kreeg. En inmiddels, ik ben een paar keer echt flink verhuisd. Ik heb ook in het buitenland, in Zwitserland, gewoond en gewerkt. En elke verhuizing heeft effecten gehad. Altijd. Dus een hele sterke stimulans om anders te denken en te kijken is verhuizen. En dan niet één straat verderop, maar echt verhuizen naar een ander deel van het land of naar het buitenland, maar in elk geval minimaal 100 kilometer verderop, zonder je familie en al die mensen die jou al levenslang kennen. Of zelfs naar het buitenland waar jouw accent niet eens meer opvalt. Zelf ben ik geboren in de kop van Drenthe. En Drenthe is de provincie van jenever, turf en achterdocht. Dat verzin ik niet zelf, dat zeggen ze daar ook. Dus al kwam de familie van mijn moeder uit Groningen, de Groninger is stug, maar veel meer recht voor zijn raap. Die is veel directer. De Drent houdt gewoon zijn mond.
Dus de Drenthe-vibe was altijd aanwezig. Drenthe is eeuwenlang een hele arme provincie geweest en dat zit in de volksgeest. Dat voel je en dat zie je overal. Er is geen joie de vivre, geen Bourgondisch leven. Het is allemaal heel gewoon en heel degelijk. En aan een Drent zul jij nooit kunnen zien of die wel of niet geld heeft. Als je laat zien dat je geld hebt door een groot huis te kopen of in een bovengemiddeld dure auto te rijden, dan ben je een snakker, een opschepper. En daar ben ik als Drents meisje groot geworden. En wat ze natuurlijk altijd zeggen, je kunt het meisje wel uit Drenthe halen, maar je kunt Drenthe niet uit het meisje halen. Nee, het zit nog steeds in mijn DNA. Maar een van mijn grootste geldlessen kreeg ik door mijn geboortestreek te verlaten. De eerste openbaring kreeg ik toen we in Rotterdam woonden. Rotterdam ademt werk. Er was bedrijvigheid, mensen kregen makkelijk een baan en er werd niet meteen geklaagd over schrijnende armoede. Tenminste niet in de wijk waar ik woonde, zo'n typische forensenbuurt waar iedereen rond 8 uur vertrok en rond 6 uur 's avonds weer thuis was. En de heersende mindset daar was, voor je geld moet je hard werken, stroop je mouwen maar op. Heel erg Rotterdams. Daarna verhuisde ik naar Schoonhoven en Schoonhoven staat bekend als de Zilverstad. Van oudsher gereformeerd en een kunstenaarsstad. Door de aanwezigheid van de goud- en zilversmidopleiding, de vakschool. De combinatie is boeiend. De kunstenaars woonden in pittoreske binnenstadswoningen, het liefst met een atelier aan de straatkant. En geld was er om mooie dingen van te maken en natuurlijk ook weer te verkopen. Verder was Schoonhoven echt een forense stad. Rotterdam en Utrecht zijn op reisafstand. En de meeste mensen die ik daar sprak hadden gewoon goed werk en leefden een leven van werken en uitrusten. En toen verhuisden wij naar de regio Nijmegen. We kochten een villa uit 1908 aan zo'n statige straat. En dat kon, dus financieel kon dat, omdat wij ons huis in Schoonhoven ontzettend goed konden verkopen. En ik merk ook nu weer dat ik me bijna schaam om in zo'n mooi huis, in zo'n prachtige omgeving te wonen. De zinnetjes als, die zullen het wel goed voor elkaar hebben. Het snakkersyndroom steekt bij mij de kop op. Maar waar ik echt naar heb leren kijken, ik heb het echt moeten leren, is hoe wij als paar, als ouders met geld omgaan. Waar geven we wel geld aan uit en waar geven we geen geld aan uit? En inmiddels kan en durf ik te zeggen dat we het aan onszelf te danken hebben dat we hier wonen. Discipline, voorzichtig met geld bezig zijn, overzicht houden, geen schulden opbouwen. Dat is bij ons normaal. Dus ik weet bijna zeker dat als je opgroeit in een omgeving waar schaarste denken normaal is, en geloof me, ik heb er tussen gezeten, dat je daar zelf heel moeilijk of nauwelijks uitkomt. En de oplossing hiervoor is verhuis. Die zag jij niet aankomen, hè? Verhuis. De opdracht is ook, ja, je hoeft dat natuurlijk niet meteen te doen, zoek een huis minstens 3 steden verderop. En wat ik van jou graag zou willen weten, ben je al een keer naar een ander land of een andere streek verhuisd? Dus in mijn geval van een armere omgeving naar een veel rijkere omgeving. Of zelfs in Zwitserland. Dat is natuurlijk sowieso een rijk land. Ik vond het fantastisch om dat mee te maken, om te zien. Ik vond het fantastisch om voor het werk even te kunnen skiën. Ik had de tijd van mijn leven. En dat had ik, weet je, in Drenthe had ik dat niet eens kunnen bedenken dat dat kan. Dat überhaupt mogelijk is. Dus verhuizen is, ja, ik bedoel, natuurlijk is dat heftig. Maar voor je geldmindset kan het een enorme boost zijn. Want ook als je bijvoorbeeld over accenten na gaat denken. Stel dat je, nou ja, dat je uit Groningen komt of uit Friesland of uit Twente en je schaamt je voor je accent. Ik noem maar iets. Ik weet dat er mensen zijn die zich daarvoor schamen. Op het moment dat jij naar het buitenland zou gaan en je moet alleen nog maar Engels spreken of Duits of Frans, dan heb je natuurlijk sowieso een accent, want je bent buitenlander.
Maar dan valt je hele achtergrond weg. Niemand weet dat jouw vader de lokale bakker was. Of in mijn geval de fietsenmaker. Niemand weet dat. Mensen zien alleen de persoon die daar nu is. Met alle vaardigheden en alle talenten. Misschien met de diploma's die je nu hebt. En op dat niveau word je ook behandeld. Dus op het moment dat jij als universitair docent ergens naartoe gaat. En niemand weet van jouw arme achtergrond. Dat is niet iets om je voor te schamen, maar het zijn onbewuste processen. En als niemand daarvan weet, dan word je gewoon behandeld als dit is de universitair docent. En dat geeft jou in die nieuwe omgeving meteen een andere identiteit. Als je nog niet de aflevering hebt beluisterd over de logische niveaus, doe dat. Want ik spreek heel vaak over veranderingen op identiteitsniveau. En voor veel mensen is dit een totaal nieuw concept. Dus luister alsjeblieft naar de aflevering over logische niveaus. Daarin leg ik uit wat ik daarmee bedoel. Maar geef jezelf ook de ruimte om dit te doen. En sterker nog, daag jezelf ook uit om dit eens te doen. Ga eens een keer een half jaar in het buitenland wonen en werken. Ga eens een keer aan de andere kant van Nederland wonen en werken. Je zult echt merken dat de dingen verschillend gaan zijn. En dat is helemaal oké, want daar groei je van als persoon. En los van het feit waar je woont, op het moment dat je het naar je zin hebt, dan blijf je daar lekker. Als je denkt van nou, ik wil wel weer een keer terug verhuizen of ik wil nog een keer een stap maken, dan doe je dat gewoon. He, je leeft maar één keer, dus maak er gebruik van en leer ook van alle andere dingen die het leven te bieden heeft. Dus ja, deze zag je vast niet aankomen voor je geldmindset. Verhuis. En ik verwacht geen grote verhuizingen op stel en sprong van jullie. Maar sta ervoor open. Laat je kinderen het ook ervaren. Dus stuur je kinderen ook, nou ja, ver weg zou ik bijna zeggen. Ik heb mijn kinderen gestimuleerd om te gaan studeren in een stad waar we niet dichtbij wonen. Dus nu wonen we bij Nijmegen. En ik heb gezegd, ga niet in Nijmegen studeren, ga ergens anders naartoe. Want daar groei je van. Weet je, je verandert omdat je ook in andere omgevingen moet functioneren. Je komt andere mensen tegen. En ze hebben een beetje geluisterd. De oudste zit in Enschede, de tweede zit nu in Den Bosch. Dus ze hebben een beetje geluisterd. Den Bosch vind ik eigenlijk nog veel te dichtbij. Veel te dichtbij Nijmegen. Dat is maar een half uur. Dat is te weinig. Maar goed, ze luisteren ook niet altijd naar mij. Dat is weer een heel ander verhaal. Maar ik zie nog wel voor me dat ze uiteindelijk ook wel gewoon verder weg gaan wonen. En dat ze daar dus van groeien. Dat ze dus inderdaad zien, er is meer mogelijk. En er zijn andere soorten mensen. En terwijl ze, mijn kinderen zijn niet meer arm opgegroeid. Mijn kinderen zijn natuurlijk in welvaart opgegroeid met ouders die goed verdienden. En in een vrijstaand huis met een bos naast de deur. Dus ook zij hebben een hele andere start in het leven dan dat ik had. En ook dat is goed. Ook dat is helemaal oké. Dus laat het me weten of je dit ooit ervaren hebt. En of je het misschien ook bij je kinderen ziet of bij je familie ziet. Of dat er in jouw familie misschien een keer mensen geëmigreerd zijn om het beter te hebben. Financieel beter te hebben. Want dit zijn de verhalen die we onszelf eigenlijk niet zo vertellen. Niet dat het, dat het ook een connectie met geld mindset heeft. Laat het me weten en jij weer bedankt voor het luisteren. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk. Op jouw vrijheid!